Trainersvisie. Bert, de wedstrijd verliep even wat anders dan dat je in je hoofd had afgelopen zaterdag tegen Odin. Hè? Nou, hoe die begon, dat klopte wel, maar die snelle tegentreffer hadden we niet helemaal ingerekend. Nee. nee, precies. Nou, en dan gebeurt dat en dan, ja, dan zeggen wij op het platformje van het wordt gewoon 5-4. Nou, dat werd het net niet. Maar ja, vermakelijk, nogmaals, voor het publiek. Maar je moet er toch wel weer wat vraagtekens gehad hebben. Nou, kijk, natuurlijk is het voordeel als ze zo vroeg scoren. dan heb je nog een, een, he, 87 minuten om de boel recht te zetten. En dan gaat het gewoon om dat, dat de uitvoering goed blijft. Nou, dat was prima. Ons positiespel was goed. We waren geduldig aan de bal. goed aan het loeren waar het gaat. vielen in hun defensie. Kijk, Odin is natuurlijk een ontzettend sterke tegenstander. Zeker als de tegenstander de bal heeft. Ja, dan zijn hun altijd een element. Ze hebben natuurlijk een paar jongens die daar goed mee om kunnen gaan. Tasjespits in de vorm van Tom de Vries. Dus ook vanuit de omschakeling moet je erg waakzaam zijn. Nou, ik vond dat we verdedigen in onze rechtere zone, hadden we daar flink veel moeite mee. Daar hebben we ook over gesproken in de rust. En na de rust is dat ook helemaal lam gelegd. Dus als ik zie hoe de groep bezig was met de uitvoering, was ik zeker niet ontevreden. Maar goed, uh, uiteindelijk kom je 3-1 voor. Uh, dan vind ik, moet je doorpakken naar 4-5-1. En Dan kom je 4-2 voor, dan moet je echt doorpakken nog. Maar uiteindelijk komt de uh, olie nog een stukje in de wedstrijd. En uh, ja, dan moet je eigenlijk blij zijn dat het nog 4-3 blijft. Ja, inderdaad. Uh, en en wat, wat aardig gewoon weer voor die gozer uit uh, de ex-staphorster, uh, Frank. Dat hij zijn fout gelijk goed maakt, hè? Ja, dat is voor hem, vooral voor hem natuurlijk erg prettig. Want anders hoor je dat weer een week lang uh, in de kleedkamer. Hij... Uh, ja, we hebben gesproken met hem over mee naar voren gaan. En uh, Frank is een jongen die erg optimistisch kan denken en handelen. En uh, gelukkig uh, staat hij op juist met op de juiste plek. En, uh, maar goed, hij baalde. Hij, hij zag het ook echt niet die 0-1. Hij zag die jongen echt niet uh, staan achter die oren van zand En uh, ja, dat dat gebeurt wel eens. En we hebben geloof ik zondag ook weer met een keepersactie bij Hercules gezien wat er allemaal kan gebeuren in het voetbal. Maar blij voor Frank dat hij het recht kon zetten en uh, daarmee zorgt hij er ook voor dat wij weer lekker in de wedstrijd kwamen. Wat een bijzondere wedstrijden in deze competitie in de derde divisie, weer, Bert. Ja, dat is uh, eigenlijk vragen we eens af: waarom kan het niet vanaf week 1 zo zijn hè? Dat, dat, dat iedereen uh, vaar bank speelt? Of toch, toch uh, ja, wat minder tactisch en wat meer op intuïtie, gevoel. Uh, een keertje wat minder goed omschakelen. Hè? Je ziet dat bij dit soort wedstrijden ja, de stand soms niet eens meer relevant is, of juist wel, hè, dat je veel meer risico gaat nemen. Ja, ik denk uh, afgelopen zaterdag ook dat bord dat ging maar te keren. Dat was, dat was echt niet normaal. En wat is het toch knap van de, van de koploper, Noordwijk, dat ze dat dan toch weer weten om te draaien en pas, toch weer die drie punten pakken? Ja, dat is volgens mij die kracht dat als je, als je zo hoog staat en je voelt het kampioenschap komen, dat je iets, iets over je heen krijgt van het zal toch niet waar zijn. En dan, dan, dan worden die mouwen zeker bij de jongen van Noordwijk nog een keer opgestroopt. Ja, en ik denk dat zij gewoon een paar jongens hebben die blijven geloven in een goed resultaat. En, en dat maakt het verschil uh, op mentaal gebied met, met andere ploegen maar die Nick van Staveren. Ja, maar dat is een echt een no-nonsense jongen. En die, en, en die blijft ook echt gaan. En uh, wij hebben dat met Frank, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft dat sowieso al in zijn spel. Uh, vanuit zijn nummer 10 positie. En box-to-box uh, boxplayer. Dat is een jongen die, die iedere trainer in zijn team zou willen hebben. Uh, we nemen toch aan, Bert, uh, dat de laatste twee rondes uh, elk team toch uh, volledig ervoor uh, gaat. En niks laat lopen. Nee, dat kan niet op dit niveau. Als je wedstrijden laat lopen sowieso niet. Uh, maar Alle jongens die op dit niveau acteren, die willen altijd het best uit zichzelf halen. Die, die kunnen niet uh, met een tandje minder in het veld staan. Iedereen wil wedstrijden winnen. Want uh, als je wedstrijden verliest, dan voel je je nooit prettig bij. En, en, en natuurlijk de noodzaak voor sommige ploegen is minder aanwezig als je kijkt naar de stand. Maar ze hebben altijd nog andere redenen. Het zij uitzwij, wedstrijden of uh, noem maar op. Dus op ieder veld wordt echt nog wel om de punten geschreden. En over het tandje minder of tandje meer gesproken, Sneek, verleden jaar kan ik me nog herinneren die uitwedstrijd. Toen dachten we ook van dat we er waren. Toen werd het nog echt een enorme pot en een enorme klus. En dat wordt het volgens mij zaterdag ook. Ja, 100%. Het is natuurlijk een ploeg waar we hier thuis nooit hebben gespeeld. Waarbij Sneek het erg goed deed en uh, wij een uh, uh, nou, mindere performance hadden. Ja, en daar zaterdag uh, ONS Sneek heeft in die zin niets meer te verliezen. Maar ze spelen ook een uiterswaai wedstrijd. Ja, die gaan ook uh, volle bak. Dus ik, uh, ik verwacht dat de linies wat verder uit elkaar komen te liggen zaterdag. En dat er toch heel veel doelpunten gaan vallen. Ja, dat, uh, dat uh, denk ik ook. Het uh, kon zomaar eens een uh, 2-4-wedstrijd worden. Ja, maar Piet, 4-4 of 4-5 is allemaal zomaar kunnen. Kijk, wij gaan natuurlijk hè, met de, de bekende randzaken ook bezig zijn. Hè, de 100 doelpunten halen, olie daar krijgen waar we hem graag willen hebben. Maar in eerste instantie gewoon winnen, want op het moment dat op andere velden misstappen worden gemaakt, moeten wij zorgen dat het in ieder geval niet aan onszelf gelegen heeft.